U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een prachtige dag hadden we vandaag. Weinig tot geen bewolking in Nederland. En het was de eerste landelijk warme dag van het jaar. Toen, in de beeld, om even na half drie de temperatuur boven de 20 graden uitkwam. Dat is eerder al gebeurd op andere plaatsen in het land. Maar voor de beeld geldt nu eenmaal die grens. Als het daar 20 graden is, dan is het landelijk. Maar we zien ook op de satellietfoto dat er wel bewolking aan zit te komen. En die bewolking hoort bij een storing, een lage drukgebied. Een koufront noemen we dat ook wel. En dat koufront dat trekt de komende uren geleidelijk aan onze kant op. We zien de bewolking al naderen. Trekt over de Noordzee. In eerste instantie zullen het sluierwolken zijn. Maar in de loop van de nacht gaat de bewolking wel dikker worden. En dan trekt er niet alleen bewolking over het land, maar ook regen. Morgen overdag valt er geregeld regen, later een paar buien, maar zijn er ook al wel weer wat opklaringen. Maar goed, we hebben eerst een avond en een nacht te gaan. Vanavond is het nog op de meeste plaatsen droog. Aan het eind van de avond zou er in het noordwesten een klein beetje regen kunnen vallen, maar het stelt allemaal nog niet veel voor. Temperaturen gaan omlaag naar 13 graden, in de nacht koelt het af tot een graad of 8 en dan breidt de regen zich over de rest van het land uit. De wind gaat langzaam draaien naar het westen tot uh, zuidwesten, is matig tot vrij krachtig, ook morgen overdag. In de ochtend, periode met regen, maar aan het eind van de ochtend al opkladingen in het westen van het land. Die breiden zich uit en dan valt er nog een enkele bui. Temperatuur, een enorme val. Nog even in herinnering roepend: de 20 graden van vandaag, daar staat morgen een magere 11 tegenover. En de dagen daarna komt de temperatuur niet echt van zijn plaats. Steeds 11 graden als maximum temperatuur en licht wisselvallig weer. In het weekeinde een enkele bui, met name op de zaterdag. Maandag is het op veel plaatsen droog en heeft de zon flink wat ruimte. En de temperatuur laat de dagen daarna een volgend beeld zien. Een beetje een zaagtand. Veel verschillen dus tussen dag en nacht. Betekent dat er vrij veel opklaringen zijn. En in de nacht, zeker net na het weekeinde, komt de temperatuur zelfs dicht bij het vriespunt. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.